Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ik heb het ook niet nodig. Het is 2023 en volgens mij heeft bijna heel Nederland gewoon glasvezel. Dus ja, wij willen natuurlijk graag aangesloten worden op glasvezelnetwerk om mee te gaan met de snelheid van vandaag. De huidige situatie omtrent glasvezel is hier in de Binnenstraat nogal complex. De huizen hier aan de rechterkant hebben wel glasvezel, maar deze niet. In een Facebookpost laat de gemeente over Betuwe weten dat bijna iedere inwoner de mogelijkheid heeft gehad om aangesloten te worden op glasvezel. Maar dit geldt niet voor de Binnenstraat. Een enkeling krijgt wel gratis glasvezel, maar het grootste gedeelte krijgt een torenhoge rekening voorgeschoteld. En de redenen die hiervoor worden opgegeven zijn nogal gevarieerd. De hoofdreden is dat we worden hier aangemerkt als buitengebied. Hè. We wonen hier midden in het dorp, maar we worden aangemerkt als buitengebied. En als je dan een aanvraag doet bij de KPN, dan is het voor een individuele woning al snel 3.500 euro. Maar we hebben een gezamenlijke aanvraag gedaan en moeten 130.000 euro betalen voor aansluiting van 18 woningen. Met de toelichting dat het lastig is om hier aangesloten te worden. We hebben hier in de Binnenstraat niet tot achterin daar een trottoir liggen waar je makkelijk kan graven. Er staan wat bomen en er zullen wat boomboringen moeten plaatsvinden zoals ons is uitgelegd. En ja, dan komen ze op een bedrag van 130.000 euro uit. Dus ja, dat kan niet iedereen betalen. 131.207 euro en 55 cent, om precies te zijn. Dat is de offerte voor 18 woningen. Omgerekend is dat dus 2 maal zo duur als wanneer Gerrit het alleen voor zichzelf zou aanvragen, terwijl hij juist op een soort groepskorting mikte. Bovendien zijn er ook vele woningen in de Herveldse Binnenstraat die al wel zijn aangesloten. Dus het kan wel. In de verte staat een wit huis. Die zijn aangesloten. Die hebben het geluk gehad. Maar de huizen daarvoor aan de rechterkant niet aangesloten. De huizen hier aan de linkerkant zijn wel allemaal aangesloten. We hebben daar een groot nieuwbouwplan. Is ook compleet aangesloten. Dus ja, het is wel een beetje apart dat één huis is wel aangesloten, ander weer niet. En dat wij niet mee kunnen in de aansluitingen die er eigenlijk al liggen. Het gevecht om de aansluiting te krijgen speelt inmiddels al jaren. Ook via gemeente Overbetuwe is het tot nog toe niet gelukt om dit te regelen. Een aantal jaar geleden heb ik contact gehad met gemeente en gevraagd van wie moet ik hebben als contactpersoon om aangesloten te kunnen worden. Dat was toen een beetje onduidelijk. Ik heb niet echt een naam of een persoon gekregen of iemand heeft me teruggebeld. Dus dat is helaas niet gebeurd. En toen zijn we op eigen houtje gaan kijken hoe we aangesloten konden worden. Maar goed, als de gemeente kan helpen, dan zou dat natuurlijk uiteraard voor openstaan. Op het verzoek van RN7 laat de gemeente nu het volgende weten. Heel vervelend om te horen dat het zo moeilijk lijkt om deze woningen ook aan te sluiten aan het glasvezelnetwerk. Hoewel de gemeente hierin geen formele verantwoordelijkheid heeft, vind ik dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot snel internet. Ik ga dan ook graag het gesprek aan met deze bewoners om te kijken wat we voor ze kunnen betekenen. Nou, ervan uitgaande dat het buitengebied hier gewoon aangesloten wordt of is aangesloten ondertussen, zouden we ook heel graag aangesloten worden hier met dezelfde voorwaarden. En als de gemeente ons daarbij kan helpen, dan zullen we daar uiteraard positief op reageren.